Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Goal Promotions en de supportersvereniging Go Ahead Eagles. Jorginho Antonia, geboren in Amsterdam, begonnen bij Zeeburgia, de jeugd van Ajax. En dan ga je naar Den Haag. Dat vloekt toch een beetje? Ja, klopt, maar ik had toen wat probleempjes met zaakwaarnemer. Geen club kunnen vinden. En uiteindelijk ben ik overgestapt van zaakwaarnemer. En toen had ik nog een paar weken om een club te vinden en toen kwam ADO Den Haag. Daardoor ben ik toen daar aan de slag gegaan. En wat u zegt, het vloekt een beetje. En dat zag je ook wel aan de manier hoe ik daar een beetje ontvangen werd. En uiteindelijk na anderhalf jaar had ik zoiets van, nee, dit is niks voor mij. Verhuurd aan Go Ahead Eagles en daar breek je door. Ja, ja en hier begon het allemaal te lopen. Waarom? Wat klopte er plots? Wat klopte er? Ik had Mark Overmars toen hier. Die was heel veel met mij bezig. Michel en Boerenbach en Bosveld. En ja, ik kreeg gewoon het vertrouwen. En de jongens om me heen, die maakten mij denk ik ook wel groot. Die zagen ook wel de kwaliteiten die ik had. En daar maakten ze goed gebruik van. En vandaar dat ik denk ik kon opbloeien hier. Opgebloeid door een transfer naar Groningen. Daar de beker gewonnen. Maar het zakte weer ineen. Kreeg je daar dan niet het vertrouwen? Ik heb denk ik wel gewoon het vertrouwen gekregen. Maar ook niet echt alles eruit weten te halen. Maar ik heb wel goede wedstrijden gespeeld. Maar ik denk dat het ook wel een samenloop van omstandigheden is geweest. Dat het niet, zeker niet alleen aan mij lag. Ik heb er wel alles aan geprobeerd te doen, maar de concurrentie daar was ook veel groter dan dat die elders was. En geen 4-3 systeem? Nee, ook dat. Ik speelde daar in een soort ander systeem, een beetje vanuit het middenveld richting de buitenkanten. Dat was in het begin ook wel even wennen. De trainer zette op een gegeven moment ook vaak middenvelders daar neer, waardoor ik op de bank terecht kwam. Uiteindelijk niet echt meer een vaste basisplek weten te bemachtigen. En dan zie je op je schermpje, op het moment dat je zelf aangekondigd hebt dat bij Groningen ophoudt, zie je Adrie Steenbergen. Ja. Ja, wat denk je dan? Yes? Aan de ene kant ook wel. Ik had natuurlijk ook wel wat andere opties, maar ik kreeg meteen talloze berichten van alle fans. En dat doet natuurlijk wel wat met je, omdat je toch gelijk een waardering voelt vanuit je oude club. En ik heb toen met ze gesproken en dat was ook meteen van, kijk, als er gewoon iets leuks uitkomt, dan wil ik het graag doen. Dus uiteindelijk de stap naar hier weer teruggezet. Antonia is altijd op zoek naar warmte. Je bent echt familieman, hè? Ja, ik ben echt een familieman. Dat is denk ik nu ook wel gewoon een beetje het beeld van wat ik terug probeer te brengen. Ik ben kort geleden verhuisd van Groningen weer terug naar Amsterdam. Weer dicht bij de familie. Om gewoon weer de oude ik terug te vinden. En gewoon weer lekker te gaan voetballen. Daar waar ik thuis hoor. Lekker dat balletje te trappen. Wat vond je familie ervan dat je in het shirt van het nationale team van Suriname voetbalde? Kijk, Suriname. Die trots, kijk. Nee, dit is geen trots. Je zegt toch? Je zegt het verkeerd. Het is Curaçao. Oh, Curaçao. Ja. Oh, excuus. Oh. Nee. Nee, mijn moeder is dan van Suriname zelf, maar die vond het ook heel bijzonder. En hebben we er veel over nagedacht of ik dan voor Curaçao of voor Suriname moest gaan kiezen. Ja, ja. En uiteindelijk voor Curaçao gekozen ook omdat Kluivert daar toen zat en gewoon een goede ploeg. Ja. En bij Suriname kwam het maar steeds niet door met de dubbele paspoorten. Ja, uiteindelijk zeker wel een goede keuze gemaakt, ook gezien hoe ik daar ben ontvangen. En uiteindelijk de tweede keer dat ik daar naartoe moest, heb ik mijn moeder ook meegenomen. En, geweldig. Die stond na de wedstrijd echt met tranen in haar ogen, zo trots dat ze was.
Dus, bevestiging van de goede keus. Ja, zeker. Maar ook gewoon bevestiging als je nu ziet wat we met die ploeg hebben behaald. Dat we de Gold Cup en Caribbean Cup gaan spelen. Dat is denk ik een bevestiging van een goed besluit. Ja, dat is zeg maar wat ze hier EK noemen, daar in die regio. Ja, klopt. Gold Cup is een soort EK voor een beetje Caribische, midden-Amerika. Mooi prestigieus toernooi voor Antonia. Ja, zeker. Ook gezien wanneer het is. Het is geloof ik begin juli. Even kijken, eind juni heb je de Caribbean Cup. En ik ben aan het eind van dit seizoen ben ik transfervrij. Dus als ik me daar in de kijker weet te spelen, dat er misschien nog iets moois uit valt te halen. Nou, dan moet je je voet wel laten spreken, Jorginho. Ja, inderdaad. Wat ik zeg, het is nu ook een beetje een drukke periode, geswitcht van club. Nieuwe spelers omheen, ook weer in een soort andere systeem. Want nu speel ik dan wel echt als normale buitenspeler weer. Ja. En dat heb ik 2 jaar lang eigenlijk niet echt gedaan. Wat ik zeg, nu wat nieuwe spelers omheen. Even wennen? Een beetje wennen, ook verhuizing achter de rug. Dus ik hoop dat het nu gewoon weer lekker gaat lopen en dat ik gewoon het vertrouwen krijg en mijn eigen spel weer kan laten zien. Als Amsterdammer tegen Feyenoord, je had het bijna gemist die wedstrijd. Wat gebeurde er in de hoek van het veld tegen Twente? Ja, nee, ik denk dat het wel goed is om even uit te leggen. Die speler die maakte een slijding en hij wil hem wegschieten. Daar reageer ik op het moment dat ik zie dat hij hem niet goed raakt. Om hem af te pakken of te blokken. Te blokken, ja. Hij was iets sneller, dus hij schiet die bal weg. Dat was een van de laatste minuten, dus ik probeer op te springen. Zodat ik de bal niet tegen me aankrijg, dat hij niet weer uitgaat. Dat hij weer niet 20 seconden tijd neemt om die ingooi te nemen. En op volle snelheid, als je dan springt, ga je sowieso vooruit. En ik probeer hem te ontwijken, maar zijn voet die zwaait net iets te ver door. Daar waar ik mijn voet neer wil zetten. Ja, uit de beelden kan je ook wel zien dat ik... Dat ik zo snel mogelijk probeer mijn voet weer in te trekken. Ja, precies. En ik denk dat het gewoon... Kijk, de mensen die mij kennen, die weten dat ik zoiets nooit zou doen. Al lijkt het erop 2-0 achter. Je valt in. Dat je gefrustreerd bent. Maar ik ben niet zo'n type die schoppen uitdeelt. Ik heb ook volgens mij... ik heb misschien 10 gele kaarten gehad in mijn carrière. Alle 10 voor praten. Dus het was nooit schoppen of iets. Dus nee, zo'n speler ben ik echt niet. En ik denk dat die tegenstander dat ook wel weet. En ik raakte hem ook niet heel hard. Het was meer het beeld wat met zich meebracht dat het heel ernstig was dan het werkelijk was. Ja. Goed. Uit de wereld. Ja. Laatste facet, Feyenoord. Dan heb je een goede herinnering aan wedstrijden tegen Feyenoord. Ja, zeker hier thuis. Hebben we toen de beker mee gewonnen. De bekerwedstrijd hebben we gewonnen. Inderdaad, geknikkerd. In de competitie hebben we hier toen 2-2 gespeeld. De laatste minuut dat Manik scoorde, de vrij trap in de schoot. Maar ik denk dat ze nu echt veel en veel sterker zijn. Ze hebben echt een kampioensploeg. Ho, je gaat toch niet op zoek naar excuses? Nee, ik zoek geen excuses. Ik zeg gewoon dat ze een hele goede ploeg hebben. Ja. Maar ze spelen vandaag ook Europees. Precies. Dus ik denk dat we... Dat als er iets te halen valt tegen dit Feyenoord, dat het zondag is. Ook weten dat ze ook een beetje lastig hebben de laatste paar wedstrijden. Niet gewonnen. Precies. Dus we moeten gewoon zoeken naar kansen. En die liggen er tegen elke ploeg. Dus we moeten gewoon lekker compact gaan spelen. En zorgen dat we ze daar waar we ze pijn kunnen doen, dat we ze pijn doen. En zorgen dat we als team gewoon keihard gaan werken om punten te pakken. Lijkt me goed. Ja, toch. Nico gaat Feyenoord pijn doen met Antonia. Ik hoop het. En bedankt. Alsjeblieft. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Goal Promotions en de supportersvereniging Go Ahead Eagles.